Zeg je waddenzee, dan zeg je vis. Of zeg je zeehond. Van oudsher wordt er in de Waddenzee vooral gevist op mosselen, kokkels en garnalen. De belangrijkste vissershavens zijn Den Helder, Den Oever, Harlingen, Zoutkamp en Lauwersoog. Kokkels worden al heel lang in de Waddenzee gevangen. Sinds de jaren 50 van de vorige eeuw werden ze opgezogen van de bodem. Maar dat mag niet meer. Sinds 2005 is deze manier van kokkelvissen verboden, omdat het de bodem te veel zou ontmoeten. Met de hand mag nog wel, met een soort hark. Dus als je hier een keer in de buurt bent, hangt dat de garnalenvisserij ook boven het hoofd. Best spannend voor die garnalenvissers. Voor de garnalenvisserij is Lauwersoog het belangrijkste. Daar zit de grote afslag. Wij gaan op pad met Johan Rispens. Al 33 jaar vist hij hier voor zijn beroep. En de Waddenzee die heeft 6 uur vloed en 6 uur eb. Dus jij kan gewoon eigenlijk met weinig kracht kan jij garnalen vangen. En garnalen vang je met 1 mijl per uur en die vang je ook met 3 mijl per uur. Het eerste gedeelte van de verwerking van de garnalen gebeurt aan boord. Zodra de garnalen zijn binnengehaald, worden ze gewassen, gekookt en gekoeld. Om later op de afslag te worden gekeurd, gezeefd, gewogen en verkocht. Maar dan moeten ze nog gepeld worden. Een klus waar veel handen bij nodig zijn. Nu gaan er nog veel vrachtwagens naar Marokko om daar de garnalen te laten pellen. Maar inmiddels is er al wel een pelmachine ontwikkeld. Dan zouden die vrachtwagens in de toekomst niet meer nodig moeten zijn. De garnalenvissers hebben het niet makkelijk meer in het Waddengebied. Volgens natuurorganisaties gaat de intensieve garnalenvisserij ten koste van de natuur. De sleepnetten zouden de zeebodem beschadigen. Die netten, dat ijzer, die sloffen, het tuig, staat op de bodem en die zwarte rollen die voor het net zitten, die rollen over de bodem en die schrikken de garnaal op. Die garnaal die springt daar overheen en die springt dus in het net. Ook zijn er steeds meer regels over het aantal visuren en een grote papierwinkel voor de vissers. Er wordt steeds gecontroleerd waar en hoe lang er wordt gevist. Dat oude vrije beroep is wel een beetje verdwenen. En of dat goed of slecht is, ik weet het niet. We zijn beperkt eens een keer door de handel op kilo's, op uren. En hoe meer eigenlijk waar we beperkt werden, hoe dikkere garnalen als je had. Je kon gewoon onder water zien, hè, wat je ophaalde, dat het leven onder water veel beter was. Doordat er gewoon minder gevist werd. Dus ik zeg ook bij deze weer, minder is meer. Gebieden worden afgesloten om daar de natuur zich te laten herstellen. Dat zou moeten helpen, maar Johan kijkt daar anders naar. Hij wil vissen. Wij vissen met de ebstroom mee, dus we hebben heel weinig toeren op de motor. Dus je gebruikt zo min mogelijk gasolie, want dat gaat allemaal weer van je kostenplaatje af. En de Waddenzee die heeft 6 uur vloed en 6 uur eb. Dus jij kan gewoon eigenlijk met weinig kracht kan jij garnalen vangen. De internationale waddenvloot van garnalenvissers telt ongeveer 500 schepen. De kosten en opbrengsten zijn niet helemaal fijn meer. De stijgende olieprijzen en de dalende opbrengst per kilo garnaal leveren voor de vissers niet veel meer op. Of moeten de schepen duurzamer? Geen diesel, maar iets anders, schoner en misschien goedkoper. Dan kan er ook meer verdiend worden. Zeker kan je schoner varen. Zoals waterstof, dat zou misschien toch wel een ding wezen voor in de toekomst om dat te gaan doen. Maar op het heden is die aanschaf nog veel te duur en te onzeker. Dus je moet ook het verdienmodel erbij leggen. Hè? Dus hier gaan geen miljarden in om in deze sector. Johan is een kleine visser. Maar hij zou dat wel heel graag voor de rest van zijn leven willen doen. Gewoon mooi vissen op de Waddenzee, zijn thuis. Is het iets voor jou?
Garnalenvisser op het wat? Als je die illusie hebt als garnalenvisser om rijk te worden, nou, dan moet je gauw wat anders gaan doen. Dit moet gewoon, zeg ik altijd, het moet in je hart zitten en niet in je portemonnee.